Op dit moment staan wij in het huis van mijn lieve vriendinnetje. En dit is het enige kerstartikel wat zij in huis heeft. Ik vind het echt triest. Wat een lachje. Ja, wij hebben besloten om dit huis een complete makeover te geven en een gigantische kerstbende te maken. Het leuke is... ze weten niet wat! Ze weten niet wat! Maar daarvoor moeten natuurlijk ook kerstspulletjes gehaald worden. Nou, oh, dat gaat ze niet leuk vinden. Oh, jawel. Dat is toch mooi, hè? Ja, ik vind die, nee, die ik mooi? Mooi. Maar dat is niet, niet helemaal goud, hè? Ik oh, die is wel mooi. Zullen we ruilen anders? Zo, heeft u een gouden hier? Dat wil ik niet. Oh, dat wil ze niet. Oh. Nou, dat maakt niet uit. Dan gaan we door. Hey, doei. Ze weet niet waar ze moet beginnen straks, hoor. Hey, doei. Hey, ik zeg, laten we even een mooi feestje van maken. Ja, we hebben ook een kerstboom mee. We hebben nog wat andere groene takken. En we gaan ons ook nog verkleden. Dat is geweldig. Daar heb ik nu al zin in. Ja, Noah is zo onderbroek. Ah, oh. Nee? Oké. Okay. Waarom gaat deze niet aan? I don't know. Ik weet het niet. Je bent, we zijn opgelicht, hè, jongens? We zijn opgelicht. Ik heb hier wat zo'n hekel aan. Ja? Ik vind dat gewoon niet leuk. Want dit? Nee. Of je vriendin pranken? Nou, dat wel. Ja? Dat wel. Ik ben heel nieuwsgierig hoe ze reageert. Ik denk dat ze de eerste om kan lachen en dat ze daarna echt pissig wordt. Ze denkt van jezus. Ja, pas maar weggaan, weet je. Ja, precies. Nou, maar echt hoor. Leuk man, kerstviering in je keuken. Ja, echt. Sorry, ik moet eigenlijk echt wel kakken. Nou, gooi je thuis je kunnen hier lekker door de exit is. Waar is de camera? Ik krijg altijd een beetje last van diarree wanneer we bezig zijn met kerstdingen, dus... Wat een vieze, nee, wat een smeerlap ben jij, jongen. Hey, ik ga hier... Je zou liegen als jij... Lul je er maar weer uit. Sorry, Sunisa. Nou, ga kakken. Ik ga lekker scheiden aan het toilet van Sunisa. Nee, ik weet zeker dat Sunisa hier niet blij mee is, hoor. Nee. Je zou hier niet blij mee zijn. Kijk, ze is wel blij met een hele verbouwde woonkamer. Dat wel. Met een ondergescheten toilet. Dat vind ik echt bizar ook. Ik vind het gewoon echt raar dat je het voorstelt. Wat dat smeerlap. Ik vind het gewoon normaal. Ja. Abnormaal. Zo. Vind jij het ook niet normaal, dan even een duimpje omhoog. Oh. Ja! Oh, lelijk. Oh, dat is zo lelijk. Wat? Dit is echt heel lelijk. Oh, wat fout. Oh, wat erg. Smerig. Oh jezus, je zal je huis nog zo aantreffen. Dit is toch wat erg is. Ik denk dat jouw chick straks thuis komt en bij haarzelf denkt van, Emma, ik heb hier helemaal geen zin in. Dat nee, die heeft net een lange dag werken gehad, die heeft er helemaal geen zin in. Loopt met drie kleuters. En je hele keuken naar de tyfus. Nu staat het natuurlijk berichtje. Ja, zes achter elkaar. Oké, yes, I'm leaving work now. I feel like shit today. Oh, people are so annoying at work. Het is fijn, jongen. Oh. Ik doe even snel een haar. Luister, maar dat betekent dat ze niet in een goede bui is. Nou, dat is zou cool. Ik zeggen dat ik een verrassing heb? Nee, niks zeggen. Nee. Wij gaan ons dus verstoppen daar in de slaapkamer. Slaapkamer. Het is wel leuk om even haar reactie te filmen. Dus we hebben twee cameraatjes. Twee cameraatjes. Eentje zetten we hier neer. En hier zo. Dat ze het niet ziet. En dan kunnen we de hele kamer zien. Hier zo. Wacht daar. Dus we kunnen alles gewoon zien. Dus dat wordt lachen, jongens. Helemaal lachen. Hebben we er zin in? Nou, omkleden. Ik heb een vlakje. Omkleden. Joe. Oh, je was best wel hard ook. Dan hoef je niet eens een effectje onder te zetten, man. Sunisa heeft dus een rotdag gehad vandaag. Welcome home. Nou, als je dag dan niet meer goed afsluit, dan weet ik het ook niet meer. Toch super lief dit. Ja, dit ook. Hier. Ja. Dit en daar. En dit en hier en zo'n kerstboom. Hè? Fantastisch. Vooral als je alleen hierom hebt gevraagd. Dit gewoon, dit hele kleine dingetje. Dan komen de drie grote pubers komen langs om dit gewoon. Sunisa, sorry, het spijt me.
Merry Christmas! Hi. Like it? I love it! No! Merry Christmas! That wasn't the reaction that we that we wanted. She likes it! She likes it! I love it! It's so ugly! It's really, really nice. I'm just really shocked. Here, look at your tree. It's also another tree. Yeah, it's also another tree. Oh, smile, you're on camera right now. No, on the tree. Smile to the tree. Look, Sinis. Here. Oh, hi. I was hoping that you was crying, like, oh my god, my house, what are you doing? Okay, take two. Camera roll and action. Yeah, I just didn't recognize my house. Oh my god. How long did it take for you to do this? 2 days. 2 days. Okay. No, I think... Ze had niks door gisteren. I go with Noah now to Slam FM. Okay. So, yeah, goodbye then. Yeah, okay. Alright. Bye. 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 We will be back in an hour. Yeah. Yeah? Maybe two. Maybe we go to the club. Okay. Bye, Sinis. Bye. Bye. De camera's filmen ook nog. Are you really going? Okay, now Jesper is going to keep up. Later! Zoals je ziet, Jesper is er niet. Die is namelijk met zijn vriendin alle kerstversieringen aan het opruimen. En over kerstversiering gesproken trouwens. Ja. Wij zoeken nog de allerlelijkste kersttuin van 2015. Dus ken jij iemand met zo'n hele lelijke kersttuin? Stuur dan even jouw contactgegevens met een hele leuke foto naar mediummetponkers@gmail.com. Dat mailadres vind je ook in de videobeschrijving. En anders checken we jou. Bij een volgende video. Later! Da!